Hoe doe je de zonnegroet stap voor stap? Blijf kijken en doe mee. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Vandaag gaan we het hebben over de zonnegroet. En de zonnegroet is een reeks van 12 yogahoudingen die bekend staat om een positieve impact op lichaam en geest. De zonnegroet heet in het Sanskriet Surya Namaskar, waarbij Surya vertaald wordt naar zon en Namaskar vertaald wordt naar als het ware buigen voor. Dus het eren van de zon. We eren hiermee de zon en danken hem voor het leven en licht dat hij brengt. De zonnegroet wordt gebruikt om je dag mee te beginnen of als warm-up voor je yogales of je eigen yogasessie. Het idee is dat je rustig begint om je lichaam lekker wakker te laten worden en rustige tempo op te bouwen. Oorspronkelijk wordt de zonnegroet beoefend tijdens de zonsopkomst, dus vroeg in de ochtend, en het liefst voordat je hebt ontbeten, dus op de lege maag. Mocht je de zonnegroet later in de dag willen beoefenen, dat kan, maar dan wel het liefst ongeveer 2 uur nadat je hebt gegeten. Als je nog niet zo goed weet hoe je zelf yoga beoefent of niet zoveel tijd hebt, dan kan 10 minuten zonnegroet in de ochtend een perfecte manier zijn om te beginnen. Het is namelijk een reeks waarbij je hele lichaam aan bod komt, die zorgt voor een goede bloedsomloop, goede energieboost en een boost voor je spijsvertering. Dus leg je mat klaar, zorg dat je iets comfortabels aan hebt en doe mee. Goed, we gaan de zonnegroet 3 keer doen. Je kunt deze video gebruiken als warm-up voor als je hierna andere yoga-houdingen gaat beoefenen of gewoon als begin van je dag. En de serie wordt geleid door je ademhaling, dus je hoeft niet te tellen hoe lang je per houding moet blijven staan of zitten, maar je voelt wanneer de ademhaling weer komt en dan komt de volgende houding. Dus laten we beginnen. Gaan we beginnen aan de voorkant van de mat. Verdeel je houding eerst even naar de voor, naar de bal van je voet. Dan even naar de hak van je voet. Je kan even heen en weer bewegen om te zorgen dat je echt je voeten op de grond voelt. En echt voelt dat je gegrond staat. Doen we de handen in de Namaskar Mudra. Dus die vouw je samen. Voor je borstkas. Het is een zonnegroet. Dus het is als het ware een soort eerbetoon aan de zon. Vandaar ook een soort gebedshouding. Dit kan ook het moment zijn om een intentie te zetten. Sommige mensen vinden het fijn om een intentie te zetten voor hun yoga sessie of voor hun meditatiesessie of voor hun dag überhaupt. En een intentie kan van alles zijn. Intentie kan bijvoorbeeld zijn dat je voor dit moment dat je op de mat besteedt, je gedachten gewoon even laat voor wat ze zijn. Gewoon even laat gaan en verder er niks mee doet, omdat dit even een moment voor jezelf is. Dan gaan we, als je goed staat, tijdens de eerste inademing jezelf helemaal lang naar boven maken met een kleine knik in de rug. Je kijkt een beetje omhoog. Het idee is vooral dat je jezelf zo lang mogelijk maakt. Meer nog dan dat je echt naar achter knikt. En tijdens de uitademing vouw je jezelf naar voren, helemaal naar de grond. Met een rechte rug. Sommige mensen zullen niet helemaal met de handen tot de grond komen, dus je mag ook je handen op je scheenbeen laten. Het idee is vooral dat je je rug recht kan houden. Sommige mensen kunnen met de vingertopjes bij de grond en sommige mensen helemaal met de hand bij de grond. Naarmate je de zonnegroet vaker oefent, zul je ook steeds flexibeler worden en beter bij de grond kunnen. Dus dan vouw je bij de volgende inademing een beetje omhoog. Kijk omhoog. De volgende uitademing vouw je terug naar de grond. Tijdens de volgende inademing zet je rechtervoet naar achter. Sommige mensen vinden dit nog moeilijk, dus je kan ook met je knie nog op de grond blijven. Maar je kan ook je knie strekken. En tijdens de volgende uitademing zet je je linkervoet erbij, in de plankhouding. En tijdens je volgende inademing beweeg je je knieën naar de grond en ga je over je hielen zitten, in de kindhouding. Het kan fijn zijn om hier even een paar ademhalingen te blijven. Beetje heen en weer te bewegen, even dat moment te pakken om echt even wakker te worden. Dan gaan we vanuit hier naar de 8-ledige groet. Die is soms best moeilijk. Dus je kan, het idee is dat je met 8 punten van je lichaam de grond raakt, of de mat raakt in dit geval. En die 8 punten zijn je 2 handen, je kin, je borstkas, je 2 knieën en je 2 voeten. Dus vanuit die kindhouding beweeg je naar voren op die 8 punten. Met de 8 punten raak je de mat
En hier adem je weer uit. Tijdens de volgende inademing beweeg je omhoog naar de opwaartse hond. Dan kan die best heftig zijn, zeker als je net wakker bent. Dus je kan ook de cobra pose pakken. Bij de cobra pose is je hele onderarm nog op de grond met je ellebogen. Beweeg je dus als het ware je borstkas omhoog richting het plafond of richting de lucht. En bij de opwaartse hond, als je al iets verder bent of als je iets, al een paar zonnegroeten gehad hebt, is het gewoon een kwestie van verder omhoog bewegen, dus echt vanaf je handen. En voor echt al gevorderden kan het zelfs een idee zijn om je bovenbenen van de mat te krijgen. Vanuit hier vouw je je voeten er weer onder. En gaan we tijdens de volgende uitademing terug naar de neerwaartse hond. Dan zal het voor sommige mensen nog best een opgave zijn om met die hakken echt de mat te raken. Zeker als je net wakker bent, als je net begint. Dus je kan hem even heen en weer lopen. Naarmate je vaker de zonnegroet oefent, zul je steeds verder naar de grond komen. En naarmate je hem nu al vaker doet in deze sessie, merk je al dat je hakken straks wat verder naar de grond bewegen. Maar in het begin is het zeker niet erg dat ze nog een beetje zweven. Dus loop een beetje heen en weer. Adem hier goed een paar keer. Nou, tijdens de volgende inademing je knieën weer naar de mat brengen. En tijdens de uitademing je terugvouwen naar de kindhouding. Adem hier even weer goed een paar keer. Voel het strekken in je rug, ook in je onderrug. En tijdens de volgende inademing maak je je rug bol. Zodat je rechtervoet er onderdoor kan en je die weer tussen je handen kan plaatsen. Dus hier ook zou je eerst je knie nog weer naar de grond kunnen bewegen en zo. Of je knie omhoog kunnen strekken. Tijdens de volgende uitademing zet je je linkervoet erbij. Val je jezelf weer naar voren. Tijdens de volgende inademing maak jezelf weer helemaal lang. En tijdens de uitademing terug naar de berghouding in je handen weer. In die Namaskar Mudra voor de borstkas. Dus dit is de eerste ronde. Het idee is dat de zonnegroet geleid wordt door je ademhaling. Dus hij gaat in de praktijk iets sneller. Maar je hoeft niet te tellen en hoe lang je per houding moet blijven zitten of blijven staan. Dus die wordt gewoon echt geleid door je eigen ademhaling. Dus blijf gewoon rustig door ademhalen, diep in- en uitademen. En elke inademhaling of uitademhaling zal een beweging zijn. Dus we gaan ook langzaam een beetje sneller. Dus de volgende ronde, tijdens de inademing, maak jezelf helemaal lang. Uitademing, val jezelf naar voren, weer richting de mat. Adem in, kijk omhoog. Adem uit, terug naar voren. Adem in, stap die rechtervoet naar achter. De blik gaat een beetje omhoog, dus probeer je borstkas, ook in hoeverre je knie dat toelaat, naar voren te bewegen. Adem uit, zet die linkervoet er weer bij in plankhouding. Je kan een beetje heen en weer bewegen om te voelen of je stevig staat. Adem in, breng je knieën naar de mat. Adem uit, weer die kindhouding. Je kan hier even een beetje heen en weer bewegen. Adem in, dan gaan we weer naar die achtledige groet. Dus raak met die acht punten de mat en adem uit als je daar bent. Adem in, opwaartse hond. Dit verschilt voor mensen hoe ze dit fijn vinden. Ik heb nu mijn voeten eronder. Je kan ook je voeten strekken. Voor de cobra is het sowieso handig om je voeten te strekken. Voeten in ieder geval weer onder om terug naar die neerwaartse hond te bewegen. Nu zul je merken dat je hielen al verder naar de mat komen. Je kan ook wat meer je focussen op het bewegen van je borstkas richting de mat, zodat je die rug- en schouderbladen wat meer een stretch geeft. En dan tijdens de volgende inademing beweeg je je knieën weer richting de mat. Adem uit, weer terug in die kindhouding.
Dan adem in, maak je rug weer bol, zodat die rechtervoet onderdoor kan. En adem uit, zet je linkervoet ernaast. Val jezelf naar voren. Dus denk hierbij aan dat je nek echt ontspannen is. Je kan even nee schudden of even ja. En het idee is dat je je neus richting je knie krijgt. En hoe ver je daar ook komt, al is het maar het idee. Waar je ook bent op dat moment, is goed voor hoe het nu is. Het idee is gewoon dat die neus steeds verder richting de knie komt. Adem in, strek jezelf helemaal omhoog. Adem uit, terug in de berghouding met je handen voor je hart. Gaan we nog een laatste ronde doen. Nog ietsje sneller. Dus adem weer in. Strek jezelf helemaal lang. Adem uit. Handen naar de grond of naar je scheenbenen. En adem uit richting je knieën. Dus adem in. Rechtervoet naar achter. Blik naar voren. Adem uit. Linkervoet erbij in plankhouding. Adem in. Knieën naar de grond. Adem uit. Kindhouding. Adem in tijdens de beweging. Maar een achtledige groet en adem uit als je er bent. Adem in. Opwaartse hond. Dus beweeg echt open. Echt die borstkas. Open je hartcentrum. Adem uit. Neerwaartse hond. Adem in. Rechtervoet tussen je handen. Adem uit. Linkervoet erbij. En je val jezelf naar voren. Adem in. Maak jezelf weer helemaal lang. Kleine knikkende rug. Adem uit. Handen weer voor de borstkas. En dan zou je hierna nog een paar rondes kunnen doen. Het zou bijvoorbeeld fijn kunnen zijn om je dag te beginnen met 10 minuten een zonnegroet. Of je zou bijvoorbeeld een stuk of 5 rondes kunnen doen aan het begin van je yogasessie, voor je overgaat op andere houdingen, om jezelf even goed op te kunnen warmen. Net hoeveel tijd je hebt en wat je doel is. Maar de zonnegroet is een soort complete lichaamsworkout. Dus je pakt je hele lichaam mee en je laat alles stromen. Dus zeker een goed begin van je dag. Het beste zou zijn om de zonnegroet een paar keer per week te beoefenen. Om zo je kracht en flexibiliteit op te bouwen en zo ook de meeste voordelen ervan te kunnen voelen. Er bestaan verschillende versies van de zonnegroet, maar deze die we nu behandeld hebben is de meest voorkomende en ook het beste om mee te beginnen. Er bestaat dus nog een zonnegroet B. Dit was zonnegroet A. De B is een iets gevorderde versie. Die wordt vaak in de Ashtanga yoga gebruikt. Dat is echt een specifieke vorm van yoga. Dus over het algemeen, bij bijna alle andere vormen van yoga, gebruiken we de zonnegroet A. Er bestaat zelfs nog een maangroet. Maar deze wordt meer gebruikt om het lichaam echt af te laten koelen. En wordt dus ook minder vaak gebruikt. Omdat de zonnegroet gebruikt wordt om echt kracht op te wekken. En echt energie te boosten. Wat vind jij van de zonnegroet? En wil jij meer yoga? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.